Jenny van Dam. We blijven bij de Flying Bikes met Evita Brussen. Voor Unitas Assen, Mireille Bakker. We blijven in Assen met Demi Schuring. FCC De Vaart, Lisa Dunning. Weer terug naar Assen met Selma Kiers. Voor fietsclubvereniging Geldermalsen, Britt Koenmans. En last but not least, DVO Haaksbergen. Laat je horen voor Monique van der Valk. Oh, Haaksbergen. Earth calling Haaksbergen. Ja, 12 en 13 jaar gehouden. Het groene licht is daar. Het zandplank is gevallen. We zijn al weg. En we zien dat de dame van DVO Haaksbergen goed vertrokken is. Maar Monique van der Valk gaat hier aan de leiding. Neemt Geldermalsen. Britt Koenmans met zich mee. Koenmans op die tweede plaats. Daarachter is het De Vaart naar de binnenkant. FCC De Vaart. Lisa Dunning op plaats nummer 3 momenteel. Maar die heeft daar in het achterwiel de 6,49. Selma Kiers, de dame uit Assen, op plaats nummer 4. Dat is nog niet gestreden. Voorin ziet het er goed uit van Monique van der Valk. Die weet haar voorsprong te vergroten. Monique van der Valk van DVO Haaksbergen. Door vrienden opgericht. Vorige week nog een prachtige top. Competitiewedstrijd mogen vrijden daar bij die andere band. En Monique Valk gaat hier het Drents kampioenschap 2015 op haar naam schrijven in de categorie meisjes 12 en 13 jaar.